Green Heritage Fund Suriname, GHFS, is een project gestart waarbij de gemeenschap bewust wordt gemaakt van de gevaren die muskieten teweeg kunnen brengen. Het project heet Fighting Mosquito-Borne Illness Through STEM Education. Het doel is om mensen meer kennis te geven over muskieten en de gevaren die deze insecten kunnen brengen. Tijdens een informatiebijeenkomst vertelt Cheyenne Samson van GHFS waarom het project belangrijk is. Iets waar we vaak niet stilstaan is dat muskieten ook heel gevaarlijk zijn en dat zien we daar. Elk jaar worden meer dan 1 miljard mensen wereldwijd ziek en sterven van 500 miljoen mensen. En als gevolg van muskietenbeten. En dat maakt de muskieten de dodelijkste dieren op aarde. En dat is toch wel belangrijk. We zien ze als overlast, maar ze zijn ook gevaar voor de mens. Kunnen we de volgende slide niet skippen? Ik heb twee keer. Nog een keer. Ja, de video hebben we net gezien over de muskieten, hoe ze ons steken en wat er precies gebeurt. In de laatste jaren hebben we heel veel last gehad van ziektes die door muskieten op de mens worden overgebracht. Denk maar aan Zika. Zika is in 2015 voor het eerst, in 2015 hadden we ons eerste geval. En in 2017 hadden alle districten last van Zika. We hebben ook nog chikungunya gehad. Verder hebben we ook nog gele koorts, dengue. Malaria gaat het wat beter. We hebben in 2010 en in 2016 de Malaria Championship Award gewonnen voor onze strijd tegen malaria. Dus we doen het wat dat betreft heel goed. Maar al die andere ziektes die zijn er nog steeds. Het project zal vooral via scholen worden uitgevoerd. Leerkrachten worden getraind zodat ze de informatie aan hun leerlingen kunnen doorgeven. We willen graag de kennis over en het monitoren van muskieten bevorderen. Dit hebben we gedaan middels een training. Dit is onze eerste training, dat was voor leerkrachten in maart. Ze hebben dus daar geleerd over de muskieten, de ziektes die de muskieten op de mens kunnen overdragen en de broedplaatsen. En ze hebben leren werken met een app die speciaal is ontwikkeld voor dit project. En daarover zullen jullie later meer horen. Dus het is de bedoeling dat deze leerkrachten de informatie dus meenemen en aan hun studenten doorgeven. En dus de studenten dit dan vertellen aan hun ouders, aan hun buurmeisjes, buurjongens. En dat de informatie zo dus verder wordt gedeeld. Waarom dit project? Nou, om STEM-educatie te bevorderen. Dus we willen graag dat meer studenten zich bezighouden met de wetenschap, dat ze de wetenschap ingaan. En dat middels het project kunnen we dat hopelijk bereiken. Dus we zullen straks zien waarom. Natuurlijk, als we vectorziekten en dus muskieten willen bestrijden, moeten we ze beter begrijpen. We moeten weten waar ze broeden. We moeten weten hoe hun levenscyclus in elkaar zit. Vandaar dat we ze moeten bestuderen. Tot zover Cheyenne Samson van Green Heritage van Suriname tijdens een informatiebijeenkomst over het muskietenproject. De organisatie wil de gemeenschap bewust maken van het gevaar dat muskieten teweeg kunnen brengen.